Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En deze video is iets anders dan dat jullie van ons gewend zijn. Dit is een extra videootje in verband met de aankondiging die we afgelopen zaterdag in de livestream hebben gedaan voor DopeyCash for Charity. Ja, want het gaat in de crypto, draait het altijd om ja, winst maken, mooie spullen kopen, misschien soms zelfs schimmige verhalen van het zijn fraudeurs, het zijn criminelen die zich bezighouden met Bitcoin of met crypto. En daar willen we toch echt wel een keer een andere draai aan geven. Ja, en naast het hele verhaal waar wij mee bezig zijn, iedereen denkt inderdaad, als je met crypto bezig bent, aan geld verdienen. Ja. Maar er zijn ook mensen, plekken of situaties op de wereld die er heel anders voor staan. Ja, die het geld veel beter kunnen gebruiken. Ja. En ook daar willen wij een keer iets voor terug doen. Yes, hoe gaan we dit aanpakken? We hebben het, zoals ik zei, zaterdag in Discord of in de livestream al aangekondigd. Ja. Via ons Discord kanaal gaan we deze week een kanaal openen waarin de mensen goede doelen kunnen aandragen. Dan de week erna ga ik ervoor zorgen dat er een poll in Discord komt met die goede doelen. Dat iedereen kan stemmen op het goede doel dat zij graag willen zien in DopeyCash for Charity. En als dat goede doel gekozen is, gaan we uiteindelijk de livestream, waarin wij dus alles wat in de jar komt, alles wat gedoneerd wordt, gaan wij ook echt naar dat goede doel toe brengen. We gaan daar een vlog van maken. Ja. We gaan jullie helemaal meenemen in dat hele traject. En ja, zoals jullie van ons gewend zijn, als we iets aanpakken, dan doen we het ook goed. We willen ook echt aan jullie laten zien van begin tot eind hoe dit is opgebouwd. Dat we daar naartoe gaan, dat geld aan hun overhandigen. We willen dat helemaal van A tot Z willen we jullie daarin, meenemen. En die stream, die doen we dan uiteindelijk. Eigenlijk wilden we dat 28 november op Thanksgiving gaan doen. Maar ja, het valt op een donderdag. Dus die stream gaan we de 30ste doen, 2 dagen daarna, op de zaterdag, zoals jullie van ons gewend zijn, in de livestream. Dus dat heeft even wat voorbereiding nodig. We willen dat goed aanpakken, we willen zorgen dat alles geregeld is, we willen contact opnemen met het goede doel voordat we überhaupt dat soort dingen gaan starten. Dus ik denk dat we hier een hele mooie video van kunnen gaan maken. Heb je nog ideeën of andere manieren om eventueel een bijdrage te doen? Dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dat kan bijvoorbeeld via Discord of via mail. info@dopeycash.nl. Ja, wij gaan er gewoon voor zorgen dat we met z'n allen zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor het goede doel. Ja, en we gaan jullie ook helemaal meenemen in dat traject. Dat het ook echt daadwerkelijk daar naartoe gaat. Want ja, jullie weten hoe we zijn. Als we iets doen, dan doen we het goed. En we willen altijd alles inzichtelijk houden voor iedereen. Ja. Bedankt voor het kijken en dan hoop ik dat we hier met z'n allen iets heel moois van kunnen maken. Vond je dit een leuke video en wil je dit volgen? Druk sowieso even op het duimpje en abonneer op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van hoe deze actie ervoor staat. Ja. Later. Laters.